is wel eng. Je ziet op een groot MS daar zo achter je aan met honden die blaffen. Achter je aan rennen, kijk nog verwondingen hier zo. Waarom begonnen ze stenen te gooien en vuurwerk naar de politie? Omdat de politie er zomaar bij komt. Wij willen het gezellig hebben, maar de politie komt er steeds bij. Dat is ook niet leuk voor ons. Is het normaal dan dat Fenerbahçe fans zich misdragen? Nee joh, dat is niet echt misdragen. Alleen op de weg staan. Vuurwerk gooien, stenen gooien? Ja, dat is gewoon om de sfeer mooier te maken. Jullie hadden toch nog wat te vieren gisteren op de Coolsingel? Nou, te vieren. De tweede plaats vieren we niet. Dat is normaal. Ik had het over de Fenerbahçe fans. Ja, die hadden wat te vieren. Bouw je feestje en als het afgelopen is, is het afgelopen. En maak er dan geen rotzooi van. Hard straffen. Wij komen al jaren in de Kuip en bij ons gebeurt nooit wat in het vak. Op geen enkele wijze. Het zijn er maar een paar die te verzieken voor de rest. Fenerbahçe, wat hebben wij daarmee te maken hier? Ja, leuk voor de Turken. Dat is feest vieren, oké. Maar ze hoeven de boel niet kort in het klein te slaan. U hebt vragen gesteld naar aanleiding van de rellende supporters gisteren in Rotterdam. Waarom? Ja, omdat er sprake was van zwaar en grof geweld tegen politiemensen, tegen burgers en ook tegen politiehonden. Viel eigenlijk hier nogal mee. Als je bedenkt dat ze in Istanbul een Galatasaray fanstore in de fik hebben gestoken en dat ze elkaar najoegen met messen en alles. Dus ja, ik vond het eigenlijk wel rustig aan hier in Rotterdam. Hooligans heb je overal. Elke club heeft wel hooligans. Dus elke club heeft dan wel een slecht imago eigenlijk. Toch? Ja, dat is nog erger dan Feyenoord fans. Ja, dan ga je maar terug. Dan mag je niet hier zeggen, dan ga je maar terug. Dan ga je daar feest vieren. Hoe kan het als je weet dat die Turkse hooligans zich zo gedragen? Dat is al eerder gebeurd bij rellen bij de Fenerbahçe shop in Rotterdam. Zijn er ook rellen geweest? Dan gebeurt dat weer. En waarom is er dan maar één aanhouding verricht? Dat is wat wij ons afvragen. Ja, hoe je mee om moet gaan. Ik denk zelf dat als mijn Nederlandse supporters hooligans gewoon strak in de gaten houden. En als het uit de hand draagt, lopen meteen plat slaan, denk ik. Het doet er mij niet toe of het Turken zijn, of Afghanen, of Hollanders, of Belgen, of Duitsers. Je moet er gewoon een tering van maken.